Afgesproken met oud-minister Leers hier in Maastricht om te praten over zijn project waarin hij oud-politici die op wachtgeld zitten zo snel mogelijk weer aan het werk helpt. Voorwaarde voor het gesprek was wel dat het serieus moest. Ja Gert, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Meneer Leers, u vroeg onze redactie om dit onderwerp serieus te benaderen. Waarom? Ik zou het jammer vinden als een dergelijk project zeg maar in een soort lacherige negatieve sfeer wordt gezet, want dat verdient het niet. Nou, u kent ons, hè? Ja, 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 daarom. Wat is het voor project? Het project zeg maar, heeft betrekking op oud-politici die op dit moment in een wachtgelduitkering zitten. En waar ik probeer om die mensen weer te activeren aan het werk te krijgen. In ieder geval de kennis die vaak deze mensen hebben te benutten voor de samenleving en voor bedrijven of organisaties. Nou zijn er ook een aantal Kamerleden uit uw oude partij, de PVV. En die zijn een baan aan het zoeken. Dat is niet mijn partij, hè? Ik ben niet van de PVV. Hè? Ik ben van CDA. Oh nee, wacht, dat is natuurlijk niet uw partij. Nee. Nee, dat is natuurlijk dat misverstand van al die tijd. Ja, ja, dat misverstand, dat bedenkt u. Nee, dat is geen misverstand. Maar goed, u heeft wel de PVV altijd erg geholpen toen u minister was. Gaat u dat nu ook doen als zij... Want er zijn er een hele hoop die nog werkloos zijn. Tuurlijk. Als er mensen komen met goede kwaliteiten, vind ik niet dat we partijpolitiek moeten bedrijven. Ik ga niet zeggen, u mag wel bij mij terechtkomen en u niet. Laten we even als voorbeeld nemen Richard de Mos. Dat is toch degene die wij veel gevolgd hebben en die wij ook nog weer een baan gunnen. Hoe zou u dat met hem aanpakken? Want ja, dat is niet makkelijk. Nou ja, maar de heer de Mos heeft voordat hij zeg maar in de Kamer kwam, heeft hij andere dingen gedaan. Ja, maar ja, een beetje voor een bord heeft hij staan krijten. Ja, ook dat is, ja, maar ook dat is natuurlijk, daar heeft hij een opleiding voor gehad, heeft hij ervaring in. Ook dat is interessant. Wie weet zegt er in een school, ik wil wel wat meer weten over zeg maar de achtergronden van de PVV of wat dan ook. Ontvangt u nog wat geld eigenlijk? Ik ontvang ook nog wat geld. Kijk, ik ben net, waar, ja. Ja, maar ik ben hard bezig om te zorgen dat ik dat niet meer krijg. Dat is wel ironisch eigenlijk, dan kan u zelf helpen. Ik hoop en ik verwacht dat ik aan het eind van het jaar dadelijk kan zeggen, jongens, ik heb dat hele wachtgeld niet nodig, ik betaal het terug of wat dan ook. Dank voor het gesprek. Dat was serieus genoeg? Dit was toch wel? Volgens mij wel. Okay. Ja, we kunnen wel eventjes nog uitwisselen straks, want ik heb het e-mailadres van Richard de Mos. Misschien heeft u dat, wil u dat hebben? Dubbele Bacardi Cola uit hotmail.com. Ja, ja, ja. Nee, dat moet ze niet doen. Kom, we gaan aan de drank.